Hier gebeurt het allemaal. Dit is de visafslag. Nou, ze ziet de garnaal. Dat is het vissoort wat het meest verkocht wordt. En ik ben met de voorzitter van de visafslag, Jan. Zullen we even naar de vis toe? Graag. Dan, jij bent de voorzitter van de visafslag. Dat klopt. Ja. Drukke bedoeling vandaag. Hele drukke bedoeling, groot feest. Eén keer per jaar dan hebben we hier een hele happening. En dan ligt de hele vloot in de haven en dan wordt er echt feest gevierd. Laten we even hier naar de koelcel lopen, want daar ligt allerlei vis uitgestald die jullie hebben. Zo, dat is nogal wat. Ja, dat is best veel. Wat zien we hier allemaal? We zien hier kabeljauw, lagostines, wat ze hier op Wieringen eigenlijk kreeftjes noemen. Het zijn ook kleine kreeftjes. Tong, skol, er ligt een haai, een grote blauwe kreeft, Noordzeekrabben. Ik zie de zandspiering, die is ook ontzettend groot. Dit is geen zandspiering, dat kaartje dat ligt, dit is een zandspiering. Die is niet minder groot. Die is iets kleiner dan die, dit is een kabeljauw. Koud hè hier? Ja. Wat vinden jullie ervan, al die vissen die hier uitgestald liggen? Het stinkt wel een beetje, maar het ziet er ook wel grappig uit, vind ik. Ja? En jij? Ja, ik vind het wel grappig om te zien wat er allemaal in de zee zit. Hoe komen jullie hier vandaag? Wat zei u? Hoe komen jullie hier vandaag terecht? Ja, met de auto gewoon. Met familie mee, met vader, moeder? Mijn oom ging hier roeien. Ah, nee. Daar ging ik kijken. Houden jullie van vis? Ja. Ligt eraan welk vis. Wat vind je de lekkerste? Kibbeling. Kun je wat vertellen, wat voor vis hebben we hier allemaal op de afslag? Nou, eigenlijk alles wat er in de Noordzee zit, wordt hier ook aangevoerd. We hebben wel heel veel garnalen. We zijn ook een grote garnalenaanvoerhaven. Een van de grootste van Nederland. Lagostines, de kreeftjes, daar zijn we de grootste van Nederland in. Die worden hier het meeste aangevoerd. En verder, de kreeftenvis. Het vangen voornamelijk bijvangst, school, tong, poon, van alles eigenlijk. Bent u een fervent visliefhebber? Ik doe het niet zoveel meer, maar qua eten? Ja? Ja, zeker. Wat is uw lievelings? IJsselmeerpaling. Ligt die ertussen ergens? Nee, de grote IJsselmeer al niet. Maar bijvoorbeeld kabeljauw ligt er wel tussen, poontjes liggen er tussen, grote poontjes ook lekker. Dus zoveel soorten vis. Staat er ook vis op het menu van vanavond? Nee, vanavond niet. Nou, misschien nemen we wel poontjes mee, ja. Ja. Grote poontjes nemen we vast wel wat mee. Dat is heel lekker eten. Schepen komen hier binnen, of ze komen in een andere haven. Dan wordt het per as hier naartoe vervoerd. Dan wordt het ijs ertussen vandaan gehaald. Ze worden in grote mate gesorteerd. In verschillende grote klassen voor de handel. En dan wordt het allemaal afgewogen in kisten. Mm-hmm. En dan wordt het geveild boven. Ja. En dan kunnen ze uit heel Nederland en daarbuiten kunnen ze drukken via internet. En wie het eerste drukt, die heeft de vis gekocht. Er ligt echt onwijs veel. Heel veel soorten, ja. Hoe grote visliefhebber bent u zelf? Een hele grote, ik ben ermee opgevoed. Vaak zeggen ze nogal, als je veel vis ziet, dan is het eten vaak wat minder. Of is dat bij u niet zo? Absoluut niet. Nee? Ik heb vroeger zelf gevist. Mijn vader was visserman, mijn opa was visserman, dus... Het is allemaal vis. Het zit u in het bloed. Absoluut.